slaap hem hier door. Ik ben gewoon wakker. Weet jullie wie ik ben? Ik ben Kloontje de Rozenkind. 5 jaar oud. En dit is mijn knuffeltje, Kosje met een snor. Zijn in bed. Maar we kunnen niet slapen voordat ik weet. Jullie weten wat ik weet? Ik weet dat de kerstman is hier in het land van ooit. Hij is hier naartoe gekomen, helemaal uit kerstland vandaan. Met zijn slee en zijn rendier door de lucht gevliegd in een land van ooit gekomen. Hij is hier voordat hij hier al zijn kerstcadeautjes gaat inpakken. Ik denk dat ik ook wel iets krijg, maar ik ben wel een beetje benieuwd wat er dan in zit. Wat zou ik nou krijgen? Dat knuffeltje heb ik al. Weet je, ik zou wel eens stiekem willen gaan bekijken. Heel zachtjes. Maar dan moet ik wel warme kleers aan. Buiten is het heel koud. Kijk, Flipje heeft net dan ik ook een dasje aan, voordat het heel koud is. En een mutsje op, net als mijn kleine knuffeltje Kosje met de snor. Jullie lijken wel de kerstman. De kerstman ziet er ook zo uit. Hij heeft ook zo'n muts met een wit bolletje eraan. En de kerstman die houdt ook van sneeuw, want daarom sneeuwt het nu voordat de kerstman op bezoek komt. Kijk, vrolijke sneeuw. Sneeuw, sneeuw, overal sneeuw. Lala, sneeuwballen gooien, dat is leuk. We gaan lekker een sneeuwbal maken. En dan gooi ik hem naar jullie thuis, ja? Ja! Brrr, wel een beetje koud. Beetje warm wrijven. Oh, weet je wat ik ga doen? Ik ga Flipje versieren voordat het kerstmis is. Kijk. Let dan mijn boompje, want ik kan natuurlijk niet een kerstmutsje op voordat ik al een boompje heb. En ik heb hem versierd voordat het kerstmis is. Kijk, en hier heb ik nog meer slingertjes. Met balletjes eraan. Kijk, heel mooi. En die ga ik bij Flipje maken. Flipje, kom je? Oh, hier zijn de maantjes van Flipje. En hier ga ik ze erin maken. Mooie kerstballetjes in de maantjes. Oh, Flipje die wil met de voetjes van de sneeuw. Ik snap het wel. Want die krijgt natuurlijk koude voetjes. Want die heeft geen schoenen aan. En ik wel. Kijk, dan maak ik een mooie kerstballetje aan de staart. Zie je het? Zo, met een strikje erin. Oh, echt een kerststaartje, zie? Dat ga ik bij Kosje ook doen. Ga ik een kerststaartje maken. Even kijken, nog precies 1 kerstballetje in de staart van Kosje. La la la. Ik weet hoe de rendier van de kerstman heet. Die heet Rudolf. Oh, misschien kan ik Flipje ook verkleden dan Rudolf. Rudolf is een rendier en die heeft altijd zoiets op zijn kop. Hoe heet dat ook alweer? Oh ja, een gewei. Ik ga gewoon niet zoeken wat erop lijkt. Oh, hier heb ik een mooi takje. Kijk, nu lijk ik ook een beetje Rudolf. En ik heb ook een rode neus. Maar dat is niet van de kou, want dit is een aardbeidje. Flipje, kom eens. Ik wou je verkleden dan Rudolf. Even kijken of het mooi staat. Ja, Flipje is een echte kerstpony. Of deze, die is nog veel groter daar.
gek! Zo, nu ben je echt een rendier van de kerstman. En zou je zo voor de slee van de kerstman kunnen. Nee, want Flipje is natuurlijk niet echt een rendier. Flipje is gewoon een pony. Oh, ik heb ineens een goede plan, Flipje. Zullen we naar de kerstman gaan, want die heeft cadeautjes. Ja! Ja! Flipje heeft ook wel zin om naar de kerstman te gaan, want de kerstman heeft cadeautjes. En ik ben heel benieuwd wat er in de cadeautjes zit. Ga je mee, Flipje? Ja. Nou, kom, dan gaan we snel wandelen naar de kerstman. Ik ga die kant op. Kom, Flipje. Kom. Brrr. Het is wel koud, hè, Flipje? Brrr. Kom je? Kom. Je zal wel koude voetjes hebben door de sneeuw. Kom, gaan we op weg naar de kerstman. Ho, 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 ho. Zo. Graniet. Sterker dan ik kan niet. Ja. Een dame grandeur du... Bourgeoisie. Bourgeoisie. Ja. Mijn naam is dame grandeur de bourgeoisie. Ja. En ik ben de belangrijkste dame van het hele land van ooit. En ik ben de sterkste ridder van het land van ooit. Ridder gaat niet sterker dan ik. Kan niet. Ach, nee. Nou, jullie lijken me de geschikte personen om mij mee te helpen de pakjes in te pakken. Oh. Met alle soorten van genoegen, hoor. Natuurlijk niet alleen inpakken, kerstman. Ik moet ze natuurlijk ook bewaken. Ja, ja zeker. Maar daar ben ik voor. Ja. Goed, kerstman, meneer de kerstman. Ja, dame grandeur du. Bourgeoisie. Ja. Ja. Heeft u een goede reis gehad naar ons land? Ja, natuurlijk, dame grandeur. Natuurlijk heb ik een goede reis gehad. U moet weten, vlak voordat ik vertrok, hadden al mijn elfjes, hadden mijn arreslee in orde gemaakt. Arreslee. Helemaal opgeknapt. En ik stapte in. En ik gaf mijn rendieren de sporen. Oh, en daar stoven ze weg door de sneeuw. Ja. En toen ze op hun hoogste snelheid waren, ja, kwam mijn arreslee los van de grond. En steeg ik de diepe, donkere nachten. U was aan het vliegen? Ik vloog, jazeker, Granny. En alle sterren fonkelden aan het hemel. Aan de hemel. Prachtig was dat, jazeker. En ik zweefde over alle landen. En wat zag ik daar beneden? Toch poten? Wow. Nee. Kindertjes. Honderden, duizenden lieve kindertjes. En ik dacht, ja, daar wil ik heen. Ja, want ik ga alle kindertjes een cadeau geven. Oh, ja, een kleine baas, een cadeautje. Ja. Ik ben dol op cadeautjes. Ja, ik wil ook alle cadeautjes. Ja. Meneer de kerstman. Ja. Aprospol. Het kost natuurlijk wel heel veel centjes om al die cadeautjes te kunnen kopen, hè? Ja. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ja. Dan kan deur, dat mag je niet vragen. Dat mag ik best wel vragen. En heeft u natuurlijk heel veel centjes nodig om al die cadeautjes te kunnen kopen, hè? Ja, ja. Ja, heel veel. Dus u bent natuurlijk een heel rijk man. Dank, grandeur. Zal ik u vertellen hoe ik aan mijn cadeautjes kom? Ja, ik wil. Luister je dan. Op de Noordpool, waar ik woon, heb ik een fabriek staan. Jazeker. En in die fabriek werken duizenden elfjes en die zijn bezig met alle cadeautjes te maken. Elfjes? Ja. En inpakken natuurlijk. Er komt geen goudstuk aan de pas. Helemaal niks. Nee. Rienta, net het boek. Ah, boah. Dame grandeur dacht dat u heel veel goud had en geld had en zo. Jazeker, Granny. Hoe gaat het met het inpakken? Nou, ik heb al twee cadeautjes ingepakt, kerstman. Heel goed, Granny. En u, dame grandeur, u... Ja?
meneer de kerstman? Hoe gaat het met het inpakken? Oh, heel goed, Worp. Ja, heel fijn. Ik ben heel druk bezig. Maar ik was even aan het kijken of ik zelf ook nog een pakje voor mij is. Nee. We kunnen natuurlijk ook fijn een liedje gaan zingen. Ik kan heel mooi, in de kerstman, ik kan heel mooi zingen. Zal ik voor u gaan zingen? Ja, gaan zingen? Dat kan ik dan. Nee, nee. Dame Grandeur, stopt u maar, hè. Ik heb genoeg gehoord. Weet je wat, meneer de kerstman? Dame Grandeur, gaat u maar zingen. Dan ga ik eens even kijken of er drogboten te vinden zijn. Drogboten die misschien wel de cadeautjes willen stelen van u en de kleine bazen. Gaat u maar lekker zingen. Tot ooit, kerstman. Tot ooit, Grandeur. Succes, hè. Ja, zeg Grandeur. Nee, grandeur alstublieft, hè. Als ik heel eerlijk ben, dan hoor ik liever kinderstemmen zingen. Kinderstemmen? Ja, luistert u maar eens. Kom, Flipje, we gaan kijken of de kerstman daar is. Oh, de kerstman, hij zit hier binnen in een roze kasteel. Oh, zie je het, Flipje? Samen met Dame Grandeur, kom kijken. Dame Grandeur is er ook. Ze zijn vast en zeker de cadeautjes aan in te pakken. Oh, ik zou ook wel naar binnen willen gaan. Even kijken. Hé, daar is er niemand. Ik ga ook lekker kijken binnen. Of dat ik misschien wel mee kan helpen met de cadeautjes in te pakken. Niet buiten heeft gezien. Oh, wat maakt dat uit. We zijn nog lekker samen. Middag, Graniet. Kerstman, Dame Grandeur. Ja. Dat was Kloontje. Kloontje, het reuskind van het land van Nooit. Kerstman. Ja, Kloontje. Dat is mijn speelkameraad. Daarmee ga ik altijd in het land van Nooit spelen op een hele grote springkussen waarop je kunt springen. En Kloontje, dat is een reuzenkind, Kerstman. Ze is 5 jaar oud en ze heeft een boompje op haar hoofd. Ja. En soms reuze vervelend. Ja. Nou, dat valt wel best mee. Een boompje op haar hoofd, Graniet. Ik heb nog nooit een kind met een boompje op haar hoofd. En ze lust ook heel veel ijzer. Nee, maar het is ook een reuzenkind. Ja, heel veel ijzer. Ja. Ja, dan moet ze maar eens een keer langskomen. Kijk je, Kloontje. Hey. Hallo. Jij bent Kloontje. Kom maar mee, Kloontje. Het reuzenkind. Hallo, yes, Kloontje. Man. Ja. Ach, ik ben Kloontje. Ik kom van buiten. Buiten sneeuwt het een beetje hard. Ja. Alles op mijn roba. Heb ik dat. Spijt me zeer. Zo, Kloontje. Je hebt helemaal de kou getrotseerd, hè? Zo. Dat is heel koud. Ja. De ramen zijn bevroren. Doe mijn dasje af. Ja. Lekker zo. Wandjes uit. Oh, hier is het lekker warm. Ja, ik zag je buiten staan. Ik denk, ik roep je maar even naar binnen. Ja. Zeg, Kloontje, dit is de kerstman. Ja. Mijn grote vriend. Geef het zijn hand. Ja, we hebben net al de handen geschud, Dame Grandeur. Zeg, Kloontje, wist jij dat ik hier was? Nee, maar kerstman, weet u. Ja. Kijk, ik was met mijn paardje, hè, Flipje. En kijk, dit
is mijn knuffeltje kostje met de snor. Ja, kostje met de snor. Kijk eens even, ja. Een kerstmannenmutseltje. Ja, ja. En wij waren door de sneeuw gelopen, want weet de kerstman, ik was in bed, hè. En toen lag ik zo... Maar ik kon eigenlijk niet zo goed slapen. Dus toen ineens hoorde ik ding, ding, ding. Oh ja. Ja, dat is mijn kerstman wel, hè? Ja. Ja, die heb ik altijd bij me, hè? Anders willen mijn rendieren niet lopen, hè? Oh ja, en die hoorde ik zo ding, ding, ding. En toen was ik naar buiten gegaan en toen had ik je gezien. En je vliegde zo in een sleetje met rendiers ervoor, zo door de lucht. En ik dacht... Daar gaat de kerstman vliegen. Hij komt vast landen in de land voor ooit voordat hier de kinderen de baas zijn, hè? Zeker, dat is het. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon naar de kerstman toe. Ik ga zoeken waar hij is. Dus toen was ik uit mijn bedje gegaan. En toen was ik door de sneeuw gegaan. Had ik wandschoenen aangetrekt en een dasje omgedaan. En toen was zo door de kou. En ik had nog onderweg een sneeuwballetje gemaakt. En toen was ik hier gekomen. En toen zag ik de lichtjes aan en toen was ik door de raam gaan te kijken. En toen zag ik u zitten met Dame Grandoire. En er is geniet dat ik niet gezien en weet je, toen ging ik daar bij de raam zo kijken. Ja. En toen was ineens er is geniet. Ja. En toen dacht ik dat het een droogboot was. Dus toen waren we geschrikt. Dat dacht ik ook. Ik dacht ook, er staat een droogboot buiten. Ja. Jij was het. Ja. Samen met Flip. En toen waren we geschrikt en toen zei Ridders geniet... Kom aan binnen! Mocht ik zo naar binnen komen? Ja, Loentje. Ik ben de kerstman aan het versieren. Mooi, hè? Zeg, Loentje, wat denk jij dat we hier aan het doen zijn? Ik denk om cadeautjes in te pakken. Ja, goed zo. Dat heb jij goed gezien, Loentje. En zou jij ons daarbij willen helpen of zou je dat willen leren, Loentje? Ja, heel graag. Ik zou dat wel willen weten hoe dat moet, want ik heb nog nooit cadeautjes ingepakt. Dat leek me dan een goed plan. Zeg, Dame Grandeur, du... Bourgeoisie, ja, kerstman. Wilt u Kloentje helpen met het inpakken van de kloentje, van de cadeautjes, hè? Ja, kunt u dat leren? Maar ik was toch heel erg druk bezig met u. Ridder Graniet, sterker dan ik. Ja. Leg Klonenpoen even uit hoe dat moet. Hè? Dat kan ik heel goed. Nou, Kloontje. Ridder Graniet, wilt u dat doen? Ja, natuurlijk wil ik dat wel doen. Ik zie je dat. Zegt Kloontje. Weet je wat? Dan zet ik een leuk kerstmuziekje op. Hè? 1, 2. Kan u dat doen? Ja, hè? Mooie muziek. Ja, mooi, gezellig, hè? Ja. Kijk, en dan doe je het zo omheen en dan moet je een plakbandje pakken. Kijk eens achter je, de Damgrandeur. Zie je dat? Volgens mij is Damgrandeur een beetje verliefd op de kerstman. Ja, want ik ga de kerst nog aan te versieren. Ja. Zorgt u dat u ook wat pakjes inpakt, hè? Want, Ja. Heleboel pakjes ingepakt worden, hè? Plakmond aan. Weet je wel wat hier in zit, Ridders Graniet? Ik wel, maar je mag het nou niet meer. Ga kijken, want ik heb het net ingepakt. Maar je kan je niet aan mij zeggen wat erin zit. Nee, want dat is een verrassing. Een cadeautje is een cadeautje en dat moet je een verrassing blijven. Oh, excuus, ik word er door je helemaal van. Kijk nou, laat mij het dan maar even doen. Wat? Maar dat is veel te link. Zo doe je dat toch niet? Hoe doe je dat dan? Nee, kijk eruit. Au! Ja, in de vinger geknipt. Je moet dat ook heel voorzichtig doen met de schaar. Dat is ook... Je bent nog heel onstuimig te werk gegaan. Hier dan, mam. Ja. Kusje. Een kusje? Ja. Maar wat... Ridder Graniet, kijk! Moet ik wel graag een kusje geven? Dat zie je. Nou, No. Nee, geen zo. Nee, je moet heel goed inpakken. Je moet ook heel goed uitkijken op je vingers. Want anders knip je in je vingers. En dan heb je er niks meer aan.
Want dan moet je stoppen met inpakken, want het doet veel te pijn. Ik moet het plakken, want moet je het cadeautje goed dichtplakken, zodat je er niet meer in kunt en mag kijken. Zodat andere mensen er ook niet meer in kunnen kijken. Wel netjes werken, hè, Franny? Ik werk heel netjes. Ik zal het heel goed en heel netjes inpakken. Kerstman. Kijken, daar staan al allemaal cadeautjes die zijn ingepakt. Even kijken of er voor mij een cadeautje erbij is. Zo. Nee, dat is niet voor mij. Deze dan. Oh, kijk, hier sta ik op Groentje de Reuzenkind. Dit is vast voor mij. Weet je wat klein? Ik denk dat die grote daarachter wel voor mij zal zijn. Loetje! Wat is er aan de hand? Ja! Loetje, ben je aan het inpakken? Wat ben je daar allemaal aan het doen? Ik ben aan het inpakken en ik heb nog wat strikjes nodig, denk ik. Ja, oh. Ja, dan moet je bij mij zijn. Ik weet alles van het afturgen van cadeautjes. Mooie strikjes. Die zijn voor mij. Ja, open dan cadeautjes. Kijk, dat staat het cadeautje veel mooier als Damgrandeur. Kijk als ridders gaan niet, want ik heb ingepakt. Oh, dat heb je mooi ingepakt. Kijk, zeg maar twee hele mooie versiers zonder erop. Ik heb ook al heel veel cadeautjes ingepakt. Ik heb al 34 cadeautjes ingepakt. Dat is heel goed, Graniet. Er zijn veel kindertjes die je cadeautje willen hebben, hè? Ja, heel veel. Heel mooi ingepakt allemaal. Kloontje, wat doet jouw handje in het pakje? Kloontje toch? Kloontje? Kloontje spioneert. Je weet toch dat je pas een cadeautje uit mag pakken wanneer je het hebt gekregen? Maar ik ging het precies nog beter inpakken, kijk zo! Nee, Kloontje. Volgens mij wilde jij kijken wat er in dat cadeautje zat. Nou, ik heb een plan. Wanneer jij ons helpt de cadeautjes in te pakken, want dat heb je nu geleerd, kun je het weer goed maken. Huh? Ja! Gaan we nu snel alles inpakken. Goed zo. Dan zorg ik voor nog een gezellig inpakmuziekje. Oh ja. Zeg, Granit, heb jij dat pakje met die wilde beesten al ingepakt? Wilde beesten? Ik ga mezelf inpakken. Oh. Dat ik dan de cadeautje ben. Zul je beleven hoe ze dan schrikken? Let op. Om cadeau heeft u nog inpakpapier? Hier erin? En ga ik het helemaal niet. Oh, ik ben bijna. Het papier heb ik bijna niet meer. Zo, maar alle pakjes liggen hier. De zak, die kan liggen hier. En doe ik er een mooie strik omheen. Kijk eens. Kloontje was een cadeautje. Jij wilde jezelf zeker weggeven. Ik wou je net in de zak doen. Kloontje toch. Dat wordt zo helemaal niet. Verrassing, ja. Kloontje, volgens mij kunnen wij beter naar buiten gaan, hè? Want naar buiten pak je handschoenen en je sjaal. Maar wat dan gaan wij naar buiten, want ik heb nog een verrassing voor je. Oh, verrassing? Ja, verrassing. Leuk. Wat zin in een verrassing. Goed zo. Zeg, ridder Graniet, sterker dan ik kan niet. Tot ooit, Kerstman. Dank je wel voor de hulp. Als er gevaar dreigt van droogpoten, dan moet u mij maar roepen, hè? Zeker. En dame Grandeur, die... Ja, die is, hè? Ja. Goed zo, even kijken, waar is mijn bel? Oh, die ligt hier, Kerstman. Ah, goed zo. Kerstman, ik moet nog wel even Flipje ophalen, want die had ik bij de rendiertjes gezet in een stalletje. Bij Rudolf en de anderen. Ja. Heel goed, Kloek. Kom, daar gaan we nu. Tot ooit, dame Grandeur, en we zijn er. Hoi, Kloekje, tot ooit. Man, grote vriend. Dan gaan wij de cadeautjes maar verder inpakken, hè?
Damgrandeur, ja, de cadeautjes, hè? Ja. Ik heb hier nog een mooie, mooie draad. O ja, deze gaan we ook cadeau doen. Nee, ik mag het doen. Nee, nou, laat los. Nou, dat doet u het papier. Kijk, dan scheurt u het papier helemaal. Nou, dat kan en het rinkelintje zit er wel mee. Schaar. Zo. Daar, schaar. Zo, klaar. Hier, misschien ook nog wel iets liggen. Dit is mooi. Zo, kijk eens. Deze is van mij. Ja. Ho, 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 kinderen. Zo. Wat fijn dat jullie er zijn. Oh. Wat is het koud, hè, buiten, Kloontje? Wat een mooie verrassing, Kerstman. Dit is wel de mooiste verrassing die ik ooit heb gehad. Ja. En kijk eens, een stalletje voor Flipje. Ja, zet Flipje er maar gauw in, hè. Zo. Kom maar. Ja, doe jij dat maar heel goed. Oh, wat is het koud, zeg, buiten. Wisten jullie dat het buiten sneeuwt? Ja. Dat had je niet verwacht, hè, dit kloontje? Nee, dat had ik zeker niet verwacht, zo'n mooie verrassing. Hé, en wie zijn jullie dan allemaal? Sammy, nee, Reggie. En Tom. En jij? Hoe heet jij? Robin. En jij? Daniek. Hoe heet je? Boas, en jij? Semiree. En Bojana. Oh, en weten jullie wie dat is? Ja. Ja, de Kerstman. En weten jullie wat hij altijd komt doen? Ja. Wat dan? Ja. Ja, zeker. Hé, want ik wou iets vertellen aan jullie. Want weet je hoe het kwam dat in één keer de Kerstman, dat ik die wist dat hij zou komen? Zal ik dat eens vertellen? Nou, weet je, ik lag in bed te slapen, hè? En dan had ik zo mijn ogen dicht en in één keer werd ik wakker, want ik hoorde ding, 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 ding. Weet je wat het was? Mijn kerstmannenbel, hè? Ja! Ja! Zo. Ja, en toen keek ik zo en toen zag ik de kerstman vliegen door de lucht. Weet jullie waarmee die zat te vliegen? Met een slee en allemaal rendiertjes ervoor. Ja, mijn paardje doet brrr. En zo deden ook de rendiertjes van de kerstman. En hij vliegde door de lucht en ik kijkte omhoog en ik zwaaide naar de kerstman. En toen wist ik zeker dat hij ging te landen in het land van ooit. Maar ik wist natuurlijk niet waar. Dus toen ben ik naar buiten gegaan en toen heb ik mijn dasje aangetrekt en mijn wandschoenen. En toen heb ik de kerstman gezocht. En weet je waar ik hem vond? In de roze kasteel. Samen met Damgrandeur. Het is zo'n hele mooie, zeg maar, een beetje een hofdame. En de kerstman die zat daar samen met Damgrandeur en kerstman. En moet je kijken, Damgrandeur heeft de kerstman een beetje versierd. Ja. Dat was leuk, hè? Ja. Ja, en toen keek ik door de raampjes zo. En toen ineens zag ik Ridders Graniet. En die zei, kom maar binnen, kloontje. En toen mocht ik binnenkomen. En wat weet je wat ik toen met Flipje heb gedaan? Toen heb ik Flipje bij de rendiers van de kerstman gezet in de stal. En weet je, kerstman, met wie Flipje het beste vriend is geworden? Nou, laat me eens raden. Nou, raad dan. Rudolf. Ja! Ja! Rudolf, de rendier met de rode neus. Ja. Net een beetje dan ik. En ze zijn vriendjes geworden. En en toen mocht ik binnenkomen en toen waren er allemaal cadeautjes. De kerstman was samen met Damgrandeur en Ridders Graniet allemaal cadeautjes aan te inpakken. En er waren er al een heleboel ingepakt. En ik had er al eentje gezien en daar stond de naam op. Weet je welke? Robin. Jouw naam stond op het cadeautje. Ja, zeker. Ja, en ik was helemaal niet nieuwsgierig. Nou, kloontje, niet nieuwsgierig. Nee, kinderen. Nou, een klein beetje nieuwsgierig. Ja, zeker. En toen ging ik in het cadeautje kijken en toen heb ik mezelf daarna ook verkleed aan een pakje, hè. Toen heb ik heel hard gelachen. Wat heb ik daarom moeten lachen, kinderen. Kloontje had zichzelf helemaal ingepakt met inpakpapier en plakband. Ja, dat was leuk. Ja, Kloontje, jij bent met er eentje, hè. Ja. Deze ook. Nee, dat doe je helemaal fout. Leg mij nou maar in. Dat doe ik heel goed. Dat moet je knippen. Hier. Nee, maar dat gaat niet fout. Dan, want u moet niet knippen, want dan knipt u weer. 1, 2, 3, 8. En?
niks aan de hand. Laat mij het maar inpakken, hè? Nou, dan mag jij het inpakken, maar dan mag ik het aftuigen, goed? Met een mooie bloem. Ja, dat schiet dan toch op. Zo. Zo. Nou, dan moet u een mooi geserviceerd zijn. Ja. Ah, eens even kijken. Zo. Nou, die erop. Die is erop. La. Zo. Zo. Nou, invouwen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Gouverneur. Is die voor de gouverneur van dan? Van moi. Nee, is van de kerstman. Zeg, het wordt wel eens tijd voor een muziekje, vinden jullie niet? Ja. Ja. Let dan maar eens op. Wat een mooie muziekje. Oh, een muziekje over de herdertjes. Wat zijn dat eigenlijk, herdertjes? Herdertjes. Kinderen, herdertjes, dat zijn mannen die altijd op schapen passen. Zij zijn mannen die schapen als het ware uitlaten, hè? En elke keer, dat doen ze in de bergen en dat doen ze elke keer op een andere plek. Oh. Ja, en wat is dan van de engelen zingen? Wat is dat dan? Van de engelen zingen? Ja, dat de engelen zingen. Ja, dat heeft te maken met een heel bijzonder verhaal, kinderen. Een heel bijzonder kerstverhaal. Oh, kerstman, wil jij het alstublieft aan ons vertellen, het kerstverhaal? Kinderen, zal ik het kerstverhaal aan jullie vertellen? Ja, ja, kom. Gaan we lekker dicht bij elkaar zitten. Luister dan. Kunnen we luisteren. Heel lang geleden. Wel 2000 jaar geleden. Was het heel koud. Het was een koude winter. En in die winter had een grote koning. Die had besloten dat hij precies wilde weten hoeveel mensen er in zijn land woonden. En om dat te weten moest iedereen naar zijn geboorteplaats. Toen was er een hele lieve timmerman met zijn vrouw. En die moest ook naar zijn geboorteplaats terug. En dat was Bethlehem. Hoe heette die timmerman, kerstman? De timmerman die heette Jozef. Oh, ja. En zijn vrouw heette Maria. Oh, ja. En Maria die was zwanger. Wat is dat, zwanger? Zwanger? Oh, dat betekent dat je een hele dikke buik krijgt. Ah, dus jij bent ook zwanger? Nee. Ik ben niet zwanger, Kloentje. Nee, alleen vrouwen kunnen zwanger worden. En dan zit er in de buik zit een kindje. Hier zit geen kindje in, hè? En in de buik van de vrouw zit dan een kindje. En Maria, die was zwanger. En zij moest samen met Jozef naar Bethlehem. En dat deden ze samen op een ezeltje. En ze hebben een hele lange reis moeten maken door de koude. En toen kwamen ze in Bethlehem en toen moesten ze natuurlijk een slaapplaats zoeken. Oh ja. En ze zijn helemaal door Bethlehem getrokken en ze klopten bij elke herberg aan om een slaapplaats te vinden. Wat is dat dan weer een herberg? Herberg? Oh, dat is een soort hotel. En alle herbergen, alle hotels zaten vol in de stad. Ze wisten niet waar ze moesten slapen. Totdat er bij één herberg plaats was. En dat was, kinderen, in een stal. In een stal, een stal zoals deze. En Jozef en Maria, die zijn in de stal gaan slapen. En in die nacht, de ezel die kon ook in de stal slapen. En er was ook een os die in de stal stond. Een os. En in die nacht, kinderen, is Maria van een kindje bevallen. Huh, wat was dat nou weer, bevallen? Bevallen, dat betekent dat het kindje uit de buik is komen vloepen. Hihi, zomaar. Zomaar. En het was heel koud in de stal, dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben het kindje gelijk in doeken gewikkeld en in een kribbe gelegd. Wat is dat, een kribbe? Een kribbe, dat is eigenlijk een etensbak voor de dieren. En die heeft Jozef, had die etensbak helemaal leeggehaald, had er stro ingelegd en het kindje was in doeken gewikkeld en hadden ze in de kribbe op het stro gelegd, zodat het lekker warm had, het kindje. En kinderen, weet je hoe het kindje het ook warm kreeg? Nee. Door de adem van de os en van de ezel. De adem. Zo, bijvoorbeeld als je buiten loopt en je hebt koude handen, dan doe je...
En dan krijg je weer lekker warme handen van Adem. Van Adem? Maar Kerstman, weet wat ik nou zo graag wilde te weten? Ja, dat komt door de adem. Ja. Maar weet je, ik wou het zo graag weten hoe het kindje heet. Hebben ze die een naam gegeven? Ja, en zeker. Was het een jongetje of was het een meisje? En was hij groot of klein of dik of dun? En wat voor kleur haar had die? Ja, Klootje, dat zijn allemaal hele goede vragen. Luister, kinderen. Het kindje was heel klein en het was een jongetje. En de naam van het kindje was Jezus. En in die nacht, toen Jezus net geboren was en in de kribbe lag, stond er een hele heldere ster, precies boven de stal. En iedereen kon die ster zien, van heel ver af. En de herders in de omtrek, die gingen naar de stal toe om te zien wat daar aan de hand was. En zelfs van heel ver weg op een andere plek in de wereld, in het oosten, kwamen 3 wijze mannen, die kwamen helemaal naar de stal toe om te zien, om te kijken naar dat bijzondere kindje. Maar hoe konden ze dan de weg weten? De weg, omdat ze de ster zagen die boven de stal aan het schijnen was. Tuurlijk! Ja, dus kinderen, toen de koningen bij de stal waren en de herders bij de stal en alle schapen die waren ook meegekomen bij de stal, toen was het eigenlijk een soort feest. Oh ja. En iedereen die wist, hier is een heel bijzonder kindje geboren. Wat een hele bijzondere plaats in zal nemen in onze wereld. Ja. En dat is nou het kerstverhaal. Oh, dus Kerstman, daarom is het dan Kerstmis. Omdat de kindje die een jongetje was en Jezus heette geboren is. Ja, en omdat iedereen daar zo verschrikkelijk blij mee was, vieren we dat elk jaar weer met cadeautjes voor alle andere kleine kinderen. Oh, nou snap ik het. Nou, dat vond ik heel erg mooi, Kerstman. Ik vond het een heel erg mooi verhaal. Goed zo. Ja, maar Gretje, jij had de hele tijd een vraagje, hè? Waarom dat de kerstman nou toch van die vieze wandschoenen had? Oh ja, natuurlijk. Weet je hoe dat komt? Vanwege de teugels van mijn arreslee. Al mijn rendieren staan voor mijn arreslee en die moet ik natuurlijk in bedwang houden. En daarvoor heb ik teugels in mijn handen. En die teugels, die geven af. Nou snap ik het. Hé, maar Kerstman, weet je wat? Ik zou heel graag het verhaal na willen spelen. Dat wij bijvoorbeeld ook Jozef en Maria spelen. En dat bijvoorbeeld dat kostje, dat die dan Jezus is. Zullen we dat doen? Hé, weet je, en dan heb ik een goede plan, Kerstman. Want dan, kijk, dan is die varken daar in de stal, die speelt het schaap. En Flipje speelt dan ook een schaapje, ja? En wie wil de herder zijn? Tommy, ben jij de herder dat jij goed op de schaapjes let? Ja, Tommy is de herder. En waar zullen we het, hoe heette dat wiegje ook alweer van Jezus? Een kribbe, wie bouwt een kribbe? Dan is dit Jezus. En wie wil er Jozef spelen? Ja, jij bent Jozef. En wie is Maria? Ja, jij bent Maria. Jullie moeten dan hier staan naast elkaar. En dan is hier het bedje van Jezus. Ja. We hebben hier nog eentje voor Dankandeur. Ja, voor Dankandeur? Nou, die had ik niet gezien. Die voor mij? Nee, deze is voor Kloontje. Op Annie. We hebben hier nog een heleboel cadeautjes. Voor Dankandeur. Voor de baas natuurlijk. Voor de kerstman. Zelf natuurlijk ook eentje. Nou, er zijn nogal veel cadeautjes die we in hebben moeten Waar pakken. Waar zijn mijn cadeautjes nou gebleven? Ik wil er ook een. Nou, u krijgt er ook al eentje. Niet gaan kijken, dan gaan deur. Dat mag niet, hè. Was ik even aan het controleren of de namen wat goed waren geschreven. Ja, ja. Zo, en dan deze ook bij. Zo. Voor mij. Zo, nou. Bijna allemaal, hoor, dan gaan deur. En nu wil ik een cadeau, anders vind ik het echt niet meer leuk. Nee, u mag het nog niet uitpakken. Huh? Zo, en nou gaat de zak, die gaat dicht. En dan brengen we hem zo meteen naar de kerstman toe. Die gaat de cadeautjes rondbrengen in zijn arreslee.
Ja, zo. En ik moet de zak bewaken. Want ik ben ridder en niet sterker dan ik. Kan niet. Oh. Nou, dat belooft wat. Zo, en dan wordt Flipje, mijn kleine lieve paard, die wordt een schaapje. Kijk, o, ja. Dan ga ik met deze, ga ik hem verkleden dan een schaapje. Een schaap in de stal, ja, heel goed, Kloontje. Hallo, schaapje. Ja. En hier ligt ook nog een schaapje te slapen. Hallo. Eigenlijk is het een varkentje, hoor je? Maar eens spelen we dat het ook een schaapje is. Ja, hoe is het met Jozef en Maria en Jezus? Oh, kijk eens, er is een hele mooie kribbe gemaakt. Kloontje, ik weet daar een heel mooi liedje bij. Luister maar eens. Ja, dat past precies goed erbij. Ja, even kijken hoe het is met Jezus. Ja. Zit hij lekker te slapen? Ja? Zijn jullie de vader en moeder? Oh ja. En als Jezus wakker wordt, wat ga je dan doen? Oh ja, dan haal je mijn bed. Laat eens zien. Heel voorzichtig. Het is kostje met de snor, maar we spelen dat het Jezus is. Kijk, en Bojana is een hele goede Maria. Kan je precies goed zien. En wie was ook weer de herder? Oh ja, jij was de herder, hè? Moet je daar op het stro gaan zitten. En wie waren ook weer de drie koningen? Ja, blijf daar maar zitten. Blijf daar maar staan, bij de kerstman. Dus dan hebben we een herder en drie koningen. Ga maar daar staan, bij de kerstman. Ja, bij elkaar. Ja, precies zeg, Kloontje, goed. Wat en wat is dat eigenlijk? Dan? Kloontje. Wat ik speel? Ja. Wat zal ik spelen? Jij was toch mooi? De os. De os! Ga jij de os spelen? Ik lijk toch niet op een os? Een Kloontje, ga jij een os spelen? Hoe doet een os? Ja. Moe. Oh, en er zijn ook nog schapen nodig. Wie kan er een schaap nadoen? We hebben al twee schapen, Kerstman. Oh, ja. Kijk, daar staat ze in de stal. Ik was er bijna vergeten. Nee, ik weet al hoe een schaap doet. Weten jullie dat? Ja. Hoe dan? Nee. Een schaap. En nu moeten Maria en Jezus en Jozef en alle herders moeten slapen in het stro. Heel dicht bij elkaar, want anders krijgen ze het koud. Kom maar slapen. Ja. Slapen in het stro. Mag dat, Kerstman? Ja, jullie mogen... Ja, ga maar slapen, Ritje. Jullie mogen wel gaan slapen. In het stro. Maar... Boas, kom je slapen? Kinderen, als ik dan laat ik... Dan laat ik het volgende kerstliedje horen. En dan worden jullie allemaal weer wakker. Ja. Let maar eens uit. Ga even slapen, ja, Tom. Ja, slapen. Kom slapen. Tom, ga even slapen. Goed. Dan gaan we. 1, 2, 3. Oh, wakker worden. Haha, we hebben lekker geslapen. Even kijken of Jezus ook lekker heeft geslapen. Wat een prachtig lied, vinden jullie niet? Ja. Zo, hallo, ja. Die hebben we dan. Oh, stop, dan grandeur, du. Hallo, dan grandeur. Ja. Dag, kleine bazen. Kleine bazen. Een ridder gaat niet sterker dan ik kan. Dag, Kerstman. Ja, hallo. Dag, Kloontje, daar zijn we weer. We komen uit het Schotse kasteel en we hebben heel veel cadeautjes ingepakt. Papa! Voor kleine bazen. Maar... En mij. En voor Dam Grandeur natuurlijk. Ook. En ook voor mij natuurlijk. En Kloontje natuurlijk. En als jullie een mooie kring gaan maken, kleine bazen. Ja, kring. Dan gooi ik de cadeautjes, werk de cadeautjes samen met Dam Grandeur hier in het midden. Oh, dan is dat geen cadeautje gestolen, ridder Graniet? Wat zegt u? Is er niet één cadeautje gestolen? Nee, geen één cadeautje, want daar heb ik wel voor gezorgd. Dat dacht ik al. Hij is nogal dapper, hè, die Granny? We leggen de cadeautjes hier en dan gaan we er alleen nog maar naar kijken, Dam Grandeur. Alleen naar kijken. Tom, Tom, ik zit helemaal niet Tom. De cadeautjes te koekeloeren, hoor. Pak, hè. Nou ja, één keer dan. Nou ja, pak. Ik kan nou van binnen Oh. Weet je wat we Laat doen? Laat liggen, Sammy. Kijk eens even. Wat veel. Veel, dat niet, niet pakken, hè. En nu, Kerstman? En nu, wacht eens even. Kloontje, ik ben benieuwd. Weet jij misschien nog een heel mooi kerstliedje? Ja. Wat is het dan? Ik ken er wel één van. O Denneboom. O Denneboom? Kennen jullie die ook? Kerstman. Ja, wil jij dan nog één keer? Jij vertel mij, doe jij. Nee, maar
Nee. Nee, niet zingen, dan kan de... Laat de kerstman maar. Knip dat weer in mijn vinger. Ja. Ja. Kinderen, let maar op. Ja. Oh, wat zo mooi kan jij het niet maar zingen dan, Bram. Maar kan ik het veel beter. Ja. Je kunt ook wel een beetje zingen, ja. Zullen we dan nu de cadeautjes even mooi neerzetten, zodat ze zo dadelijk... Ja, rechtop. Kinderen de cadeautjes ja. Neerzetten. Mooi. Zo, neerzetten. Ik zie mijn naam nergens op. Oh, dan ligt hij misschien ergens onderop, hè, Damgrandeur. Maar het is ook alleen voor kinderen, Damgrandeur. Nou. Ik wil ook een cadeautje. Niet ruzie maken, laten we ze even netjes neerzetten, hè, alle cadeautjes. Zo, nou. Zo dan. Zo. Tada. Zo, kerstman, we hebben ze allemaal netjes neergelegd. Ja. Zo. Zo. En nu? Damgrandeur, terugleggen. Kinderen, houden jullie... Dat is gemeen! Houden jullie Damgrandeur du... Ja, dinges. Ja. Houden jullie haar in de gaten, hè? Ja. Weet je wat? Ja. Mag ik kerstman? Mag ik de eerste? Nee, ga niet. En het wordt tijd dat ik eens opstap, kinderen. Het wordt tijd dat ik eens andere landen ga bezoeken, waar ook heel veel kinderen wonen die op mij zitten te wachten. Dus, ja, het spijt me. Nee. Nee, het wordt echt tijd dat ik weer ervan hoor. Maar u komt toch nog wel een keer terug, kerstman? Jij komt zeker nog een keer terug. Volgend jaar ben ik weer van de partij. Nou, kerstman, heel erg bedankt alvast voor alle cadeautjes. En ik vond het heel leuk dat ik u kende en ik wou heel erg zeggen bedankt voor dat u het mooie verhaal aan ons hebt verteld, hè? Ja. Nou, kinderen, en ik wil jullie bedanken voor het plezier. Oh, kinderen, Tom. Ik wil jullie bedanken voor het plezier dat ik met jullie heb gehad en voor de mooie kerststal die ik met jullie heb mogen bouwen. En Dame Grandeur, Ridder Graniet. Sterker dan ik. Kan niet. Precies. Ik heb met u ook erg gelachen, dus dank u wel daarvoor. En ik heb hier mijn bel in mijn handen. Kinderen. Wat bent u aan het doen? Kusje. Billenstoetje. Kerstman. Zo. Oh. In de hand, kus. Ik heb hier mijn bel in mijn handen en ik heb nog één kerstliedje voor jullie paraat. En dat gaat over deze bel. Letten jullie niet maar eens op. Niet de bel, niet de bel. En als dat liedje klinkt, dan ga ik weg. En dan mogen jullie de cadeautjes uitpakken. Ja. Let maar op. 1, 2, 3. Oh, mooie belletjes. Mooie belletjes. Nou, dag kerstman. Dag kerstman. Als je dadelijk door de lucht vliegt, wil je dan nog bellen? Ja, zeker. Want ik ga nu gauw naar mijn rendieren toe, hè. Ja. Ik ga ze van stal halen. Ja. Kerstman en doe Rudolf de groetjes van Flipje. Ja, dag. Zal ik zeker doen. Dag Flipje. Dag modder, dag kinderen. Tot ooit. Dag kerstman. Grote sterke kerstman. Ridder Graniet, mogen we nu de cadeautjes uitpakken? Nou, weet je wat? Nou ga ik. Want ik heb ze samen met Damgrandeur ingepakt. Nou ga ik ze uitdelen. Hè? Kijk, deze is voor Marvin. Oh, die is die. En nog deze is voor Robin. Ja, Robin is hier. En deze is voor Sammy. En Kloentje, nou mag jij nog eens pakken. En deze? Oh ja, en Red is voor jou. Yes. En jij Reggie? Hier is Reggie. Hallo, deze is voor Reggie ook al voor Reggie. En Tommy krijgt twee. Tommy kan ik ook. En deze is voor Boas. Weet je wie ik heb? Kloentje. Kerstman heeft me niet vergeten. En eentje voor Tommy. Ik ben nog steeds mee gedaan tegengekomen. Ik ben nog twee. Danica. Hier nog een voor Robin. Danica. Hier nog eentje voor jou. En Boas nog eentje. En Boeienna. Danica, hier nog eentje voor jou. Boeienna. Dat wist ik wel, hoor. Dat is Bo. En Jenna was. Deze is voor mij, denk ik nog. En deze is nog voor Sammy. En deze is nog voor jou, denk ik. Zo.
Hoeveel heb jij de boas? Goed zo. Oh, eentje voor mij. Ik heb er nog even Klootje en nog niks voor mij. Oh, dan is deze denk ik voor jou. Nee, die is voor Ridders Graniet. Oh, dan zijn deze denk ik voor jou. Die voor jou. Wat heb je gekregen? Een uitpakken! 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 Luister eens, de bel van de kerstman. Zullen we zwaaien? Ja! Yeah!